De Wereldexpo 2010. China als speelveld. Shanghai als host. Motto: Better City, Better Life. Doel: de samenwerking tussen het Nederlandse en Chinese bedrijfsleven versterken en het toerisme vanuit China bevorderen. Nederland heeft zich in 6 maanden tijd op een unieke en succesvolle manier gepresenteerd aan de rest van de wereld. Ruim 70 miljoen bezoekers wisten in die 6 maanden de Wereldexpo te vinden. Daarvan vonden 8 miljoen de weg naar het Nederlandse paviljoen, Happy Street. Een aantal dat elke verwachting overtrof. Het unieke ontwerp van Happy Street, een rode handelstraat in de vorm van een 8, het geluksgetal van China, leidde de bezoekers op een natuurlijke manier langs alle bezienswaardigheden in het paviljoen. Een idee van Nederlandse bodem, uitgewerkt in samenwerking met Chinezen. Een samenwerking die bijzonder mag worden genoemd. En uiteindelijk leidde tot een paviljoen dat perfect inspeelde op de vele verschillende bezoekers. Op strategisch gekozen locaties liepen hosts en hostesses. Zij beantwoordden allerlei vragen en boden hulp indien nodig. Een taak voor Nederlandse en Chinese studenten. Een succesvolle samenwerking tussen 2 verschillende culturen. Happy Street ademde een ongedwongen sfeer uit en wist een perfecte balans te bereiken tussen het gewone publiek en de vele zakelijke bezoekers. Voor de vele seminars en bijeenkomsten was er de opvallende, luxe, royale VIP-lounge De Kroon. Hier zijn uiteindelijk meer dan 200 bijeenkomsten gerealiseerd. Facilitair en restauratief een zeer goed geoutilleerde omgeving waar vele nieuwe contacten en contracten zijn gesloten en de al bestaande relaties alleen maar sterker zijn gemaakt. In tegenstelling tot andere paviljoens had Happy Street een open karakter. De ruimte op de begane grond werd de polder genoemd. Bezoekers aten hier stroopwafels, poffertjes of een snelle hap uit de snackbar. De polder werd zo een recreatieve ruimte waar de mensen ook graag zaten op een van de vele schapen of languit in het gras genoten van de sfeer op Happy Street. Het werd een van de populairste plekken op de hele Wereldexpo. Het in het oog springende paviljoen trok de gehele expo veel media-aandacht. Deze aandacht werd nog eens vergroot door goed in te spelen op populaire, actuele activiteiten, waarvan het WK voetbal zonder meer het grootste succes was. It will be a very sportive game. But I'm sure. And I wish you all the best with it. And may the best win. Yes, okay. The best may win. You want to Spain to win, no? Ook de vele hoge gasten uit binnen- en buitenland gingen niet onopgemerkt voorbij. Na 6 maanden Wereldexpo sleepte het Nederlandse paviljoen de Chinese Business News Marketing Award binnen. Stond het paviljoen mooi op een gedeelde 3e plek op het gebied van meest gewaardeerde paviljoens en kreeg de architect van Happy Street, John Kermeling, de Dutch Design Award 2010. Nederland werd, verspreid over 3 locaties in Shanghai, op meerdere plaatsen in deze metropool vertegenwoordigd. Zo was er naast Happy Street het Waterpaviljoen van Rotterdam, een zusterstad van Shanghai, dat bij bezoekers ook goed in de smaak viel.
En iedereen die de Wereldexpo niet kon bezoeken of na een bezoek nog meer van Nederland wilde proeven, kon terecht bij het Dutch Cultural Center, gelegen in het Jing'an district. Better City, Better Life. Dat was het thema van de Wereldexpo 2010. Nederland heeft hier zelf en met behulp van sponsors en zakelijke partners op zoveel mogelijk punten invulling aan gegeven. De handelstraat op Happy Street, de polder met schapen op de begane grond, het waterpaviljoen van Rotterdam en het Dutch Cultural Center buiten het expo-terrein. Stuk voor stuk hebben de paviljoens zich van hun beste kant laten zien en alle verwachtingen overtroffen.